Een scooterrijder is vanochtend om het leven gekomen bij een verkeersongeval bij Dreumel. Volgens de politie gaat het om een 18-jarige man uit de gemeente Westmaas en Waal. Het ongeluk gebeurde even voor 8 uur op de Van Heemstraweg, ter hoogte van de Lageweg. De scooterrijder kwam daar in botsing met een auto. Onderzoek moet uitwijzen hoe dat kon gebeuren. De politie heeft de weg afgezet en op de plek van het ongeval schermen geplaatst. Het vrachtschip dat begin deze maand bij de zandwindlocatie bij Deest brak en zonk, is boven water getakeld. Sinds maandag probeerden 3 drijvende hijskranen het schip boven water te halen. En dat is nu gelukt. Het schip leek in eerste instantie in 2 stukken gebroken, maar dat bleek toch al snel anders te liggen. Het schip is geknikt en bij het takelen zijn de delen weer tegen elkaar gekomen. Ze zorgen er nu voor dat het schip weer kan drijven. Het water en het zand worden eruit gehaald. Als het schip weer zelfstandig drijft, wordt het naar Kampen gesleept. Daar wacht waarschijnlijk de sloop. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de nieuwe wijk, de Ecowijk in Ewijk. De 73 woningen staan slechts meters van elkaar en bestaan voor een groot deel uit hout en andere duurzame materialen. Raadslid Dave Preijers stelde dinsdagavond tijdens de raadsvergadering namens het CDA vragen aan het college over de brandveiligheid van de Ecowijk. Is er wel voldoende rekening gehouden met de brandveiligheid in de nieuwe wijk, vroeg Preijers. Ook wilde hij weten of er brandvertragende materialen zijn gebruikt bij de bouw. Wethouder Versluis geeft desgevraagd toe dat de gemeente Beuningen geen beleid heeft om te voorkomen dat er te dicht op elkaar wordt gebouwd. Naar verwachting zal deze wetgeving er in de toekomst wel komen, naar aanleiding van dit project. Het treinverkeer tussen Os en Nijmegen komt komende zomer waarschijnlijk voor langere tijd stil te liggen. Reden is de Dassenburgt in het talud bij Ravenstein, die dan door ProRail zorgvuldig verwijderd zal worden. Het is de bedoeling dat de dassen verhuizen naar een nabijgelegen, nog aan te leggen kunstburgt. Eind januari maakte ProRail bekend dat in het spoortalud bij Ravenstein een dassenburgt was aangetroffen. Uit veiligheidsoverwegingen rijden treinen er sindsdien maximaal 40 km per uur. De John S. Thompsonbrug bij Neder-Asselt wordt volgende week gedurende 3 avonden en nachten volledig afgesloten voor verkeer. Dit is nodig omdat er onderzoek moet worden verricht naar scheuren in het stalen wegdek. De afsluiting begint op dinsdag 21 mei. Van 8 uur 's avonds tot 5 uur de volgende ochtend gaat de brug voor het eerst dicht. Er mag dan geen verkeer overheen rijden, met uitzondering van hulpdiensten. Overdag is de brug wel gewoon toegankelijk. En op de socials laat Extinction Rebellion Nijmegen weten dat zij dinsdagavond het tankstation aan de A73 bij Lindeholt hebben geblokkeerd. Het Totalstation werd met een groot spandoek afgezet, omdat de groep wil dat het bedrijf stopt met de aanleg van een pijplijn van meer dan 1400 kilometer door Oeganda en Tanzania. Na 9 uur 's avonds is de groep weer vertrokken.